Jack van Gelder staat momenteel centraal in het publieke debat, vooral dankzij zijn opvallende aanwezigheid als vaste gast in de talkshow van Helene Hendricks. Zijn optredens trekken niet alleen kijkers, maar ook kritiek, vooral vanwege zijn openlijke steun aan de PVV en zijn soms controversiële standpunten. Marcel van Rosmalen, bekend om zijn scherpe pen, spaart Jack niet in zijn recente radiocolumn. Hij beschrijft Jack als het kopje van de puist, een metafoor die duidt op zijn prominente, maar soms ook storende aanwezigheid in de media. Van Roosmale bekritiseert Jacks politieke voorkeur en zijn nationalistische sentimenten, die volgens hem voortkomen uit een diep gewortelde liefde voor Nederland, die sommigen als exclusief en achterhaald beschouwen. Het debat over Jack van Gelder weerspiegelt bredere spanningen binnen de samenleving, vooral tussen progressieve en conservatieve stromingen. Zijn standpunten over onderwerpen zoals immigratie en nationale trots polariseren en verdelen meningen, niet alleen in traditionele media, maar ook op platforms zoals social media, waar hij regelmatig onderwerp van spot en discussie is. Van Roosmalen uit ook bezorgdheid over het groeiende aantal mensen dat zich identificeert met Jack's standpunten. Hij ziet Jack als een symbool van een bredere beweging die zich afzet tegen de gevestigde orde en traditionele politieke correctheid. Dit fenomeen wordt door sommigen gezien als een reactie op vermeende culturele veranderingen en globalisering, waarbij nationalisme en conservatisme aan populariteit winnen. Niet iedereen deelt echter van Roosmalens kritiek. Voor sommigen vertegenwoordigt Jack van Gelder juist een stem die gehoord moet worden in het debat, zelfs als zijn standpunten controversieel zijn. Zijn aanwezigheid op televisie, hoe omstreden ook, biedt een platform voor diverse meningen en draagt bij aan het publieke discours, hoe ongemakkelijk dat soms ook mag zijn. De discussie over Jack van Gelder gaat verder dan zijn persoon alleen, het raakt aan diepere vraagstukken over identiteit, cultuur en politiek in Nederland. Zijn populariteit onder een deel van het publiek illustreert een verlangen naar duidelijkheid en authenticiteit in een tijd van toenemende complexiteit en globalisering. Of men het nu eens is met zijn opvattingen of niet, Jack van Gelder blijft een figuur die emoties oproept en discussies aanwakkert, wat zijn rol in het Nederlandse medialandschap des te opmerkelijker maakt.